probeer heel diep zwart hier te maken. Want houtskool is eigenlijk net een beetje... Dat lijkt wel zwart. Maar dat is meer een beetje grijzig, bruinig uiteindelijk. Dus ik gebruik die gewone de houtskool. Van die dunne houtskooltjes die je ook gewoon gebruikt voor modeltekenen. Of die je gewoon in zo'n kokertje koopt. En dan heb ik een extra dikke houtskool. En dat is heel erg gecomprimeerd. Dus het is extra donker. Het zijn 3 tekeningen en ik wil eigenlijk hier weer een stop-motion van maken. Maar ik heb heel lang zitten twijfelen wat het moest worden. De starttekening, zeg maar, om mee te beginnen, om het filmpje mee te beginnen, die is eigenlijk bijna af nu. Dan zet ik ook hier, dan zet ik mijn camera hier neer. Dan heb ik een overhead projector en die zet ik er dan op als een soort lichtbron, dus een soort constante lichtbron. En dan wil ik dingen laten gaan bewegen in dit witte vlak. En ik wil de mensen net ietsje aanpassen. Dus weggummen, iets weghalen en er weer iets bij tekenen. Zodat die gezichten gaan veranderen en die figuren gaan bewegen. Wat wil je in het witte vlak laten zien? Ik wil uiteindelijk dat het iets zegt over wat zij denken of wat zij... Ja, een droom eigenlijk laten ontstaan. Op het papier. Je merkt op een gegeven moment dat je gewoon aan het tekenen bent of aan het schilderen bent en dat je gewoon maar wat doet, maar dat het eigenlijk heel goed past. En dan gaat het uiteindelijk vanzelf. En dan voel je je ook bijna al in een soort van droomachtige staat. En het is leuk, vind ik, om dat te combineren en om een filmpje te maken wat zo in zoveel kleine stappen ontstaat, maar wat uiteindelijk dan wel een heel vloeiend beeld geeft. En weet jij ook al welke elementen uit jouw droom, zeg maar, hier een plek krijgen? Ik wil een beetje vervreemding erin brengen. En wat ik zelf heel erg vaak heb, ik droom ook heel erg veel. Dus dat is ook wel waar ik erin geïnteresseerd ben natuurlijk. Ja, niet echt een nachtmerrie, het moet niet echt eng zijn of zo. Maar wel die hele erge vervreemding en dat het niet helemaal prettig is, zeg maar. Een beetje, ja. Ja, dat wat gebeurt als je droomt, maar wat niet logisch is. Ja, ja. Maar wat wel heel erg logisch is in het uiteindelijke beeld. Ja. Maar je kan het nooit goed navertellen. Dat je een onlogisch... Ja, klopt. Ja, omdat er natuurlijk geen echt narratief in zit. Het is geen logisch verhaal. Het is meer een beeldende logica, denk ik. En een associatieve logica. Ja, zo zit ik dan een beetje gewoon, normaal gesproken met mijn camera ook, maar dan een beetje te experimenteren en dan foto's te maken om te kijken wat een leuk beeld oplevert. En ik had dus, nee. Waar zoek je nou naar dan? Ik dacht ik, ik wil iets maken wat een beetje vloeibaar is. Dus ik had eerst die kneedgum bij me en die schaar lag hier ergens toevallig. En toen heb ik laatst dat ik... de schaar even hier opgelegd. En toen dacht ik, oh, dat is ook leuk. Kan ook van alles mee gebeuren. Dus dan, nou ja. En die schaar kan zelf ook nog bewegen. Dus je kan van alles gaan doen in het beeld. En dan... Dus ik wil bijvoorbeeld een foto maken nu zo hier. En dan kan ik bijvoorbeeld zo doen. En dan kan in één keer haar hoofd eraf zijn. Dat is al doormidden. Maar daar kan ik dan iets mee doen ook in het filmpje uiteindelijk. De tekening reageert op het schaartje. Ja, bijvoorbeeld ik laat hem zo bewegen. Nou, dat zijn alweer 10 foto's. Dus je hebt per seconde 8 tot 15 foto's nodig voor een stop motion. Dus een minuut is een paar honderd foto's. Dus ik weet nu goed hoe ik ermee verder wil. Dus ik denk dat ik hem deze zomer, afmaak. Ja. En je bent ook nog bij Tatum bezig? Ja. Zullen we daar eens gaan kijken? Dit is je bankje. Ja, dit is mijn bankje. En wat moeten die kussens? Pak een kussen. Het idee van dit bankje, met al die armen, dat je er een beetje mee kan gaan spelen. Die kun je nog een beetje anders neerzetten. Maar dit is heel lekker, want dit is een soort van leuninkje waar mijn arm nu op ligt. Ja, precies.
Nou ja, het idee was van dat het een beetje speels moet zijn en het moet uitnodigen om voor mensen om iets mee te gaan doen. Waar wil je naartoe? Ik wil heel erg graag. Ik wil me verder ontwikkelen met het maken van installaties en die stop motions. Daar wil ik ook echt graag technisch beter in worden. Dus dat ik. Maar ik wil heel graag mijn onderwerpen, daar ben ik helemaal. Raak ik voorlopig niet op uitgekeken. Nee. Dus verandering. Maar ook politiek en ook oorlogssituaties of mensen. Er is genoeg te bespreken. Er is genoeg om te bespreken voor mij. Jij zegt, ik verbeeld ook de dingen waar ik me druk om maak. Of waar ik me zorgen over maak. Of wat is dat? Eigenlijk gaat al mijn werk komt terug tot hele basale dingen zoals leven en dood. We zien zoveel oorlogsbeelden dagelijks en er is zoveel beeldmateriaal dat het bijna een beetje, dat het lijkt alsof het niet echt is. Maar ze hebben ook vaak echt iets esthetisch. En dat komt natuurlijk omdat, het zijn ook fotografen en mensen die daar naartoe gaan die het filmen. En voor mij, dat voelt soms heel absurd, dat je denkt van, je ziet een extreem, een nare situatie. Of mooi in beeld gebracht. En heel, maar het beeld is eigenlijk mooi. Ja.